beetje kan inlossen in deze korte tijd. Change. We leven in een veranderende wereld. Het is overbodig om dat nog te zeggen. Ik denk dat we een heel mooie inleiding hebben gekregen. Dat ik graag ook op verder ga. De wereld verandert, onze steden veranderen. We worden daar... dat zijn nu hele verre beelden. Het lijkt ver van ons bed. Maar onze eigen stad, onze eigen omgeving verandert. En ook de manier waarop dat wij samenleven. We staan voor heel wat uitdagingen. Maar aan de andere kant is het ook nog nooit zo goed geweest. Hè? Dus het gaat niet alleen heel slecht. Er is nog nooit zo weinig armoede geweest, bijvoorbeeld. Mensen gaan in steden wonen, kindersterfte gaat omlaag, heel veel ziektes worden uitgegroeid ofzo. Dus die verandering impliceert niet per se dat alles slecht gaat, in tegendeel. Ik ga vandaag, op dat kwartiertje eigenlijk, dit als rode draad gebruiken. Hoe dat verandering ons als jong bureau, Endeavor, ertoe heeft gedwongen of ons er steeds toe dwingt om na te denken over die drie zaken: ambitie, rol en model. En ik ga die drie één voor één toelichten. En wat eigen is aan veranderende samenleving en onze veranderende steden, is dat mensen, of ze nu opgeleid zijn als ruimtelijke planners, als stedenbouwkundigen of als journalisten, als grafisch vormgevers, je ziet meer en meer mensen zelf een bepaalde rol opnemen in die veranderende steden of in een veranderende maatschappij. Een rol die soms buiten je eigen professionele rol gaat. Een voorbeeld daarvan is heel dichtbij, is bijvoorbeeld Ringlands, waarbij eigenlijk die ontstaan is een soort activisme of protest of reactie tegen een normale gang van zaken. Maar waarbij dat je ziet dat de mensen die toen die rol hebben opgenomen, die pleiten voor een overkapping van de ring, dat die eigenlijk zeer professioneel aan het worden zijn op den duur. En een van die mensen is Seppe de Blust, helemaal links. Wij zijn samen Endeavor begonnen. En Seppe is socioloog en ruimtelijke planner en was ook betrokken bij de oprichting van Ringland. Dus heeft zo toch dat activisme in zich en was op zoek naar hoe kan ik mij op andere manieren buiten mijn beroep of mijn professioneel leven toch nog meer gaan inzetten voor de samenleving. In het midden is Tim de Vos. Tim is architect, stedenbouwkundige, sociaal geograaf. En was ook al tijdens zijn doctoraat, toen we elkaar ontmoetten, had hij een tool ontwikkeld, Mijn Kijk op de Wijk heette die, waarbij dat een jongere in 2060 liet samen, mensen liet rondleiden in de wijk om hun wijk te tonen. En op die manier werd de wijk in kaart gebracht, een soort van crowdmapping. Om aan te tonen dat ook Tim buiten dat academische echt wel in de field bezig was. En ikzelf ben architect van opleiding, maar ook al van lang en van thuis uit en zo bezig met Straten-Generaal. Dat is begonnen met het proberen te redden van de bomen, de Japanse kerzelaars voor het Museum voor Schone Kunsten. Tot uiteindelijk proberen de bomen op de leien te redden, wat niet gelukt is, of toch niet helemaal. En daar zijn uiteindelijk het hele Oosterweel-verhaal uitgerold en zo. Gewoon maar om te zeggen dat wij alle drie eigenlijk, los van elkaar, al op zoek waren naar hoe kunnen wij in die veranderende stad ook een soort van rol opnemen. En wat dat ons eigenlijk vooral bond en verbindt, is dat we inzagen dat stadsprojecten eigenlijk een enorm potentieel in zich hebben om sociale meerwaarde te creëren. Het enige probleem dat we zagen is van het gebeurt nog te weinig of men weet niet hoe men dat moet doen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een sluiting van de ring of andere grote stadsprojecten, mensen kunnen daar gelukkig van worden op lange termijn of eigenlijk heel ongelukkig van worden. Maar de vraag is hoe gaat je daarmee om en hoe kun je die sociale meerwaarde vergroten? Want als je kijkt, aan de ene kant heb je de architect, de planner, de stedenbouwkundige die heel wat skills in huis heeft om op een juiste manier te gaan tekenen en te ontwerpen en te plannen. En aan de andere kant heb je
sociale professionals, mensen die heel dicht bij mensen staan, die weten wat mensen gelukkig maakt en wat dat welzijn inhoudt en hoe dat leefkwaliteit juist werkt. Maar het probleem is dat die geen ruimtelijke kennis hebben of niet weten hoe ze dat moeten vertalen naar een masterplan bijvoorbeeld. Die ruimtelijke professionals of ontwerpers aan de andere kant hebben dan niet de tijd, maar ook niet de skills om grondig in dialoog te gaan met mensen. En eigenlijk hebben wij gezegd van laat ons met ons gemengd profiel, zowel dat sociale als dat ruimtelijke, daar middenin gaan staan en die kloof proberen te dichten door juist wel instrumenten te ontwikkelen voor co-creatie, participatie, co-productie. Want net dat is de sleutel voor goede stadsprojecten. En als je dan zo echt gaat kijken, wat voor rol neemt je dan op en waar positioneert je je? Hebben we gezegd, van, er zijn heel veel dynamieken die al bij een stedelijk project of een masterplan of een wijk die verandert, er zijn heel veel dynamieken die er al aan vooraf gaan. Dus hoe vroeger dat je erbij bent en hoe vroeger dat je in dialoog gaat, een soort onderzoek voert door dialoog en omgekeerd een dialoog voert door onderzoek te doen, ga je eigenlijk minder het effect krijgen dat er een plan wordt gelanceerd waar een reactie op komt, maar dat er stelselmatig een soort plannen gaan groeien die meer gedragen zijn en meer meerwaarde creëren. En dat is heel concreet eigenlijk begonnen met een vraag van het DAM-comité. Dat was een buurtcomité in de wijk Den Dam in Antwerpen, die voor gigantisch grote veranderingen stonden in de wijk. Je ziet hier een aantal, zo van de heraanleg van de IJzerlaan tot de sanering van het Loopbroekdok. Maar vooral die grote site waar het slachthuis op staat, waar al jaar en dag allerlei plannen voor zijn en men weet niet wat er eigenlijk te gebeuren staat. En de meer specifieke vraag was eigenlijk van, ja, begeleid ons daarin. Wij spreken die taal ook niet. Wij kennen de wijk heel goed, wij kunnen mensen mobiliseren en zeggen wat de kwaliteiten zijn of wat er nog nodig is. Maar wij weten dat niet te vertalen naar dat ruimtelijke of naar een masterplan. En ook wat voor coalitie moeten wij aangaan met de eigenaars of de stad of zo, om dat waar te maken. En we zijn daar eigenlijk 2 jaar lang in. Dat was een soort van voor ons ook experiment, speeltuin. Dat we met de buurt in dialoog zijn gegaan, zowel met de ondernemers, met de buurtbewoners, de parochie, de stad, de eigenaars. En dat is een superboeiend traject waarin dat we onszelf ook hebben uitgevonden, of waarin dat we constant hebben afgetast wat moet die rol zijn die wij opnemen. Moeten wij bijna buurtwerker worden? Of zijn we zijn al te veel zelf aan het ontwerpen? En dat heeft ons wel ertoe gedwongen om te focussen. En dat is eigenlijk geresulteerd in een soort een boek, een richtlijnen die vanuit de wijk werden meegegeven aan de ontwerpers van het masterplan. Dus er zijn 3 ontwerpers aangeduid om een masterplan te maken voor die slachthuissite. En die moesten, zoals in een klassiek project eigenlijk, zich verantwoorden voor een jury. Op basis van het programma waar het aan moest voldoen. Maar moest zich ook verantwoorden op die krachtlijnen die vanuit de buurt zijn meegegeven. Dus echt, de buurt heeft daarin echt een stem gehad en meebepaald hoe dat project eruit zag. En dat is nu in ontwerpfase, dat gaat nog heel lang duren. Maar ook, dat is redelijk uniek dat is gebeurd. En er is ook een soort participatiecharter opgezet, dat is zowel de stad als de eigenaars, als het buurtcomité en wij samen hebben ondertekend, als een soort commitment om dat te blijven doen. Het is een klein beetje een historiek. We zijn zo met 3 begonnen en we hebben onszelf beginnen uitvinden in dat project Den Dam. Wat wij helemaal gratis deden natuurlijk, want een buurtcomité heeft geen geld en dat hoefde ook niet voor ons. Maar eigenlijk dachten we van, het is misschien wel meer dan gewoon een soort van activisme of een rol die we opnemen. Misschien kan dit wel een bedrijf of zo zijn. Of moeten we een organisatie worden of een soort collectief. En we hebben dan een soort van beslissing genomen. Wij willen wel bedrijfjes spelen of zo, met 3. Dan wordt eigenlijk toe gedwongen om een soort keuze te maken. Van, which side are you on eigenlijk? Zet je aan de
Allee, word je vooral gedreven door de winst die je wilt maken? Wat absoluut geen probleem is, maar dat is een heel specifieke of duidelijke keuze die je maakt. Of word je gedreven door een bepaalde missie die je hebt en gaat je alles eraan doen om die missie na te streven? En dan zie je zo aan de extreme profitkant, heb je gewoon een bedrijf dat zegt, we gaan er alles aan doen om winst te maken, no matter what. Maar als je meer richting de non-profit ga, zie je de bedrijven die bijvoorbeeld heel veel maatschappelijk verantwoord ondernemen doen en die al bewuster zijn, maar wel steeds in functie van de winst die ze willen maken. Terwijl als je aan de andere kant kijkt, kun je een VZW zijn die ondersteund wordt door de Koning Boudewijn Stichting of zo. Dat is een model dat perfect klopt voor bepaalde initiatieven. Maar je ziet hoe langer hoe meer ook dat soort gesubsidieerde initiatieven opschuiven naar de impact first zone. Van, okay, impact komt op de eerste plaats, maar we gaan ervoor zorgen dat er een model onder zit. Een businessmodel om dat waar te maken. En wij, ik denk dat wij van het begin de keuze hebben gemaakt van dat is eigenlijk waar dat we willen zitten. Het verschil tussen die twee is dat elke euro die je krijgt aan steun of sponsoring, die moet je het jaar daarna eigenlijk opnieuw gaan vragen. Terwijl een impact first onderneming gaat er eigenlijk vanuit dat je elke euro die geïnvesteerd wordt, dat je die elk jaar opnieuw gaat terugverdienen en meer gaat doen opbrengen. En dan moeten zo business model oefeningen doen en zo. En dit was zo het model dat wij naar hebben gekeken, omdat daar impact centraal staat. En dat is niet onbelangrijk, maar dat wil zeggen dat elk onderdeel van uw onderneming, of dat nu gaat over uw klantenrelatie, of uw revenue, of uw communicatiekanalen, die moeten allemaal wel, die mogen niet haaks staan op de impact die je wilt hebben. En daar is een soort model uitgegroeid. Het is dat heel rudimentair, maar we hebben gemerkt dat door proactief dat project op de dam te doen, door te reageren op verandering, dat we eigenlijk heel veel kennis hebben opgedaan of ervaring hebben opgedaan die we dan weer konden gebruiken, of waardoor dat we een referentieproject hadden, waardoor dat we betalende opdrachten voor overheden zijn beginnen doen. En dat is een soort van vicieuze cirkel die core van onze activiteiten eigenlijk omvat. En ja, zo gezegd, zo gedaan. We hebben in de laatste 2 jaar heel wat projecten gedaan. Bijvoorbeeld in Gent, Muiden-Meulensteden. Een fantastische wijk eigenlijk die met z'n allen een subsidie hebben binnengehaald van de Vlaamse overheid om een bureau aan te stellen. Dat wij dan zijn geworden samen met ABB om samen met de wijk een visie te vormen, een toekomstvisie over de wijk. Dus een plan zonder een plan. Maar echt gewoon over wat moet hier gaan. De wereld verandert, het klimaat verandert, onze manier van wonen veranderen. Ja, hoe gaan wij er als wijk een soort van roadmap voor maken? En we hebben daar, dat is echt procesbegeleiding, dat is co-creatie. En dat is echt een van de dingen die we heel graag doen en die heel boeiend zijn. Dat is nog niet zo lang geleden in de kerk in Muiden-Meulensteden hebben we de resultaten van die studie of een soort tussentijdse resultaten gepresenteerd. En we werken nu richting een soort van productiehuis of een soort van wijkontwikkelingsbedrijf waarin in het begin de stad en een aantal stadsdiensten een grotere rol hebben en voor middelen en kennis gaan zorgen. Maar ook de wijk in participeert. En die verhouding gaat, hoe langer, hoe meer veranderen, waardoor dat de wijk op den duur een soort eigen projectbureau heeft om projecten aan te jagen en te gaan organiseren. Een heel ander type project is Genk in Sledderlo, waar dat al 7 jaar lang een masterplan klaar ligt om 3 woonkernen te verbinden met elkaar door nieuwe woningen echt heel letterlijk te plannen. Maar er is eigenlijk geen enkele ontwikkelaar die dat wil doen of die de waarde daarvan inziet. Dus zijn wij daar nu 2 jaar actief, samen met Space & Matter, een Nederlands bureau, om dat masterplan te activeren door interventies te doen, door heel specifiek dingen te gaan uittesten met ondernemers uit de wijk bijvoorbeeld. Dat is de eerste installatie die we doen, die opent morgen in Genk. En dat is eigenlijk om mensen de kans te geven. Er worden workshops gegeven met kinderen en volwassenen ook. En eigenlijk vanuit die toren beseft je pas, of ziet je pas, hoe fantastisch dat bospark is, dat die 3
woonkernen verbindt, bijvoorbeeld. Een ander type opdracht, een andere studie die we hebben gedaan, was hier in Antwerpen, voor de stad Antwerpen. We hebben een soort drie handleidingen gemaakt, samen met ambtenaars uit verschillende diensten, over de problematiek van ruimtelijke veiligheid. Van hoe ga je daarmee om? En ik ga daar niet te diep op ingaan, maar we hebben een soort methode voorgesteld die ook wat creativiteit vraagt of schetsen vraagt. Eigenlijk gaan we een soort ruimtelijke schets maken in dialoog met buurtbewoners, met gebruikers van een bepaalde plek. En door dat te mappen en terug te koppelen via een aantal workshops, kom je tot heel interessante inzichten en resultaten die meegenomen kunnen worden, bijvoorbeeld bij het ontwerpen van dit soort ruimtes. En dan, ik weet niet hoeveel tijd ik heb. Oké. Ja, dat gaat. En dan was er vorige zomer ineens zo'n... We waren bezig, projecten aan het doen, en ineens kwam er zo het bericht van de Oudaan, de politietoren hier in Antwerpen, is te koop. En onze eerste reactie was van, oké, als wij met z'n allen zoveel oppervlakte en zoveel geld leggen, dan hebben we hem. Hè. En dat is dan een grapje begonnen op een vrijdagavond. En er kwamen zo wat mensen pintjes drinken bij ons op het bureau. En dat werd zo een Facebookgroep, hè, van kom, we kopen samen de Oudaan. En eigenlijk is daar een gigantische reactie, of gigantisch veel reactie op gekomen. Zowel van mensen die dat likten, die ideeën begonnen geven. Ze zeggen, oké, misschien moeten we een stadslandbouw doen daar. Of allerlei ideeën. En, maar ook projectontwikkelaars die ons opbelden en zeiden, fantastische marketing stunts die jullie doen. Zullen wij betalen door de gulden gewoon voort? En dachten wij, ja, misschien is dat niet het model. En ze zijn eens gaan nadenken van... Je komt er nu dat zoveel mensen erop springen op dat gebouw dat iedereen tot dan toe altijd lelijk vond. En eigenlijk is het een soort van reactie op het feit dat dit soort gebouwen, dat uiteindelijk modernistisch erfgoed is, het is een prachtig gebouw eigenlijk van Renaat Braam, zomaar te koop worden gezet. Zonder dat er op die manier eigenlijk een garantie wordt gegeven aan wat ermee gaat gebeuren. Het is een knap gebouw, het is heel veel oppervlakte, het is in het centrum van de stad Antwerpen. En met dat de stad zegt, ja, het is voor de hoogste bieder, is er geen garantie dat die hoogste bieder daar ook iets mee gaat doen dat de meerwaarde vormt voor de wijk. En we hebben daar echt actie rond ondernomen. De Vlaams bouwmeester heeft ons gesteund, of steunt ons voor dat onderzoek. En het is een hele coalitie geworden van architectenbureaus tot webdesigners en projectontwikkelaars. En het is nu, de situatie nu is dat het bod blijft uitgesteld worden. Dus op 6 september moet er een bod gedaan worden. Dat we dat gaan doen, dat we een bod gaan doen. Ten tweede dat we ook gewoon een businessmodel hebben ontwikkeld waarin dat we door... lage renovatiekosten, door het gebouw bijna te nemen zoals het is, ook betaalbare oppervlakte kunnen aanbieden, kantooroppervlakte. Het is echt een kantoorgebouw en we gaan dat ook zo houden. En betaalbare oppervlakte kunnen aanbieden voor initiatieven die normaal geen plek krijgen in de stad of gemakkelijker worden naar de rand van de stad geduwd. En dan bedoel ik heel concreet... Dus je hebt overal start-up plekken en misschien wat gebeurt er nadat je een start-up bent, als je dat ontgroeit, als je een scale-up bent, als je met 50 mensen, maar je wilt wel in de stad blijven, je wilt niet per se naar Contig of zo gaan omdat je zo groot bent. Maar evengoed, het is in het modekwartier, er zijn heel wat modestudenten die afstuderen en niet direct hun plek vinden in de klassieke incubators of zo, die heel geïnteresseerd zijn om mee die Oudaan te gaan innemen. Maar dat gaat evengoed over socioculturele, lokale organisaties. En, dus wat we eigenlijk willen zeggen is, we kunnen die niet alleen kopen, we kunnen ook veel meer garantie bieden door het businessmodel dat we hebben ontwikkeld, om dat daar gedurende 50 jaar, de komende 50 jaar, iets goed mee gaat gebeuren. En volgende week gaan we onze nieuwe website lanceren, waarop dat je ook kunt zien
in gevisualiseerd hoe het er zou kunnen uitzien. En dat je zelfs kunt zeggen van ik wil dat plekje. En er gaan een 30-tal quotes op staan van mensen uit het Antwerpse die allemaal zeggen van ja, mensen of organisaties of bedrijven die zeggen als dit project doorgaat, dan doen wij sowieso mee. Dus om af te sluiten. Die verandering of die change, denk ik dat bij ons wel centraal staat, of een soort van aandrijver is om, of ons ertoe heeft geleid om, om onszelf uit te vinden. En ik denk dat soort projecten, zoals een Oudaan, is eigenlijk terug zoals die een dam in het begin. Dat is een gratis project. Dat is een soort reactie op verandering, op een fenomeen dat erfgoed gewoon te koop wordt gesteld. Maar het is wel met u daarop te gooien, als bureau, een coalitie te vormen, dat je heel veel ervaring en kennis opdoet, die dan weer op een andere manier terugkomt. Dus in die zin denk ik dat change bij ons belangrijk is, of een driver is dat houdt ons scherp en dat daagt ons uit om zelf gewoon op zoek te gaan naar interessante opdrachten. Voilà.